Dagmar, ik heb eventjes lekker eten besteld. Ik heb vanmorgen al heel mijn kamer opgeruimd. Want ik weet niet of ik dat had laten zien. Maar het was zo'n erge bende. Niet normaal. Dus ik heb mijn kamer eventjes opgeruimd. Tada. Hier liggen eventjes dingen wat nog in de was moeten. Maar ik heb eventjes staat met donker en licht gemaakt. En hier liggen dingen voor een samenwerking. Allemaal nieuwe naked items. Die ga ik jullie in deze week vlog laten zien. Maar ik heb gisteren ook iets heel erg leuks gedaan. Want ik heb namelijk een vlucht geboekt naar Ibiza. Rosa die appte mij dat ze in haar eentje naar Ibiza ging voor 4 dagen ongeveer. Dus ik zei tegen haar, vind je het leuk als ik meega? Vind je het gezegd als ik meega? Ze zei ja. Dus nou, gisteren heb ik een vlucht geboekt. We gaan aanstaande dinsdag gaan we. Dus dat is over een paar dagen echt super veel zin in. Heel opeens, maar ja, gewoon even lekker er tussenuit. Maar goed, we hebben eten, dus dat ga ik nu opeten. En we zijn Temptation aan het kijken. Kijk, we hebben lekker een pokebolletje besteld. Jullie? Ik heb net eventjes een pakketje opgehaald bij het Kruidvat. En dat ga ik eventjes aan je laten zien, want Mickey, de vriendin van Frenkie de Jong, die had dus samenwerking met Kruidvat, met haar eigen sieradenlijn. Daar had ik wat dingetjes van besteld. Dus allereerst deze smiley ring. Alleen, ze hadden dus alleen nog maar een M en geen S. Maar die M is best wel een beetje groot, want ik wil hem dus het liefst eigenlijk om mijn wijsvinger, want ik vind dat het leukst. Maar deze past alleen om deze middelvinger, want deze vinger is het dikst. Dus misschien ook nog eventjes in het Kruidvat zelf kijken van de week of ze daar nog wel een S'je hebben, want ik vind hem wel echt heel erg schattig. Deze was ook echt maar 7 euro. Dan heb ik nog dit oorbelletje. Er zaten er eigenlijk 2 aan. Maar ik vind het dus heel erg leuk om in ieder gaatje een ander soort oorbelletje te doen. Dus ik heb die andere aan Dagmar gegeven. Maar dat is dus een hartje met een ja, soort diamantje eraan. Die waren 8 euro. En dan heb ik nog een setje met 4 verschillende oorbelletjes. Deze is een knopje. Dit is een earcuff en dan nog 2 ringetjes. Dit is een beetje in de vorm van een hartje. En die waren 9 euro. Dus die ga ik denk ik gelijk eventjes in doen. Want ik heb nu echt al heel lang dezelfde dingen in mijn oren. En hier zitten er zelfs 2 niet in. Dus ik denk dat ik dit eventjes in ga doen. Dat vind ik wel leuk. En Kirdy is nu onderweg hier naartoe. Dan komt ze hier even, gaan we samen eten. En dan gaan we daarna samen sporten. Hallo, ik zat even de sieraadjes te laten zien. Dus die ga ik nu in mijn oren doen. Ik weet alleen nog niet welke ik waar ga doen. Maar het is vandaag vrijdag en ik ga met Miel eventjes de stad in. Eventjes wat lunchen. En ja, ik ga natuurlijk dinsdag op vakantie. Dus daar wil ik eventjes voor kijken. Want Stijn zei, zijn ze op Ibiza. Ze zegt er is heel veel met het thema wit. Dus ik wil eventjes kijken voor witte dingetjes. En ja, dus dat gaan we eventjes doen. Ik heb me al helemaal aangekleed. Het is zo warm buiten, maar het is ook weer bewolkt, dus ik vond het heel lastig wat ik aan moest trekken. Maar dit is het geworden. Deze body is van Naked. Die heeft een hele open rug. Met deze nieuwe broek van Levi's. Die heb ik van de week besteld. Die vind ik echt heel erg leuk. Ik heb hem ook bij Naked besteld. Dus dat is die. En dan mijn groene Jordans eronder. Maar ik twijfel dus een beetje welk tasje ik erbij zou doen. Want qua makkelijk, deze Nuno, omdat hij lekker groot is, is er pas veel in. Maar qua leuk vind ik het niet het leukste. Kijk, ik zat ook nog te denken aan die rode, omdat er in mijn Jordans dus ook een beetje rood zit. Maar als je loopt zie je dat niet. Kan ook deze. Wordt wel weer heel zwart. Nee, nou, ik ga even kijken welke ik aan ga doen. Vanavond ga ik gezellig met Keir eten. Ik dacht dus gisteravond dat ik mijn haar wilde wassen. Maar dat wilde ik uiteindelijk niet. Dus vandaar dat ik een beetje zo'n gek knotje in heb. Want ik wil vanavond pas mijn haar wassen. Wij gaan nu eventjes naar Miel toe. Gaan we eventjes ontbijten daar. En dan gaan we naar de stad. Op dag 1 wacht ja. Met een zwarte stem als gevolg. Oké, ik ben terug van de stad. En er is ook een pakketje binnengekomen. Want ik had bij Zalando nieuwe Converse besteld. Ik was echt al best wel een tijdje op zoek naar witte Converse. Eigenlijk voordat ik naar Kroatië ging. Want ik wilde heel graag mee op vakantie. Alleen toen waren mijn maten uitverkocht in de winkel zelf. Ik had geen tijd meer om te bestellen. Want er was niet op tijd binnen. En toen was ik dus op zoek naar witte hoge All-Stars. Met een platform. Dus met een dikke zool. Maar dan met de blauwe en de rode streep. En ik kon die echt nergens vinden. Ik dacht ook op een gegeven moment van, bestaan ze überhaupt wel met platform? Want ik zag alleen maar met een zwarte streep.
En toen zag ik dus bij de kinderafdeling, bij Zalando, dat ze hadden. Dus ik heb ze besteld met 35, want ze vielen dus groot en ze zitten echt perfect. En ik heb er dus maar 55 euro voor betaald. En dat zijn deze. Het zijn gewoon de Basic All-Stars, de hoge met rood en blauw. Ik weet niet, ik vond dat bij wit wel het leukste of zo. Toch iets extra's. Dus dat zijn deze. En ze hebben dus een plateautje. Ze hebben dus een verlenging. Het is niet zo'n dikke plateau als de echte plateauzolen. Maar de normale sneaker, zeg maar, heeft het onderste lijntje niet. Dus die heeft alleen dit. En deze heeft nog een heel stuk erbij. Dus dat zijn die. Die heb ik dus bij Zalando besteld. Ik zal even kijken of ik er nog een linkje van kan vinden. Maar ik heb deze dus in de maat 35 en die zit echt perfect. Normaal heb ik van schoenen altijd 36. En dan ben ik nog eventjes naar de Primark en de Zara geweest. Ik had eventjes dit gehaald, omdat ik alleen met handbagage vlieg volgende week. Zo mag je geen grote verpakkingen mee. Dus ik dacht, ik haal dit eventjes en kan ik daar alles in overgooien. En dan nog eventjes nieuwe sokken. Nieuwe enkelsokjes deze met licht roze, wit en een beetje paarsachtig. En dan nog roze, witte en grijze. Maar ik voel nu wel dat ze wel anders zijn. Dit zijn van die lekkere dunne, die heb ik echt altijd. En die waren 3 euro per stuk. En dan bij de Zara had ik nog een topje. Ik was echt op zoek naar een heel erg leuk blauw topje. Die had ik bij iemand in zijn vlog gezien, maar die kon ik gewoon niet vinden. En op de website kon ik die ook niet vinden. Heel irritant. Maar Stijn, die draait dus op Ibiza de hele maand. Dus als wij op Ibiza zijn, zijn we ook met Stijn en zo. En zij vertelde, als we dan naar feestjes gaan, heb je heel erg vaak een thema white party. Dus neem genoeg witte kleding mee. Dus ik wil nog even kijken voor wat wits. Ze hadden echt niet veel. En ik weet ook niet of ik dit eigenlijk wel leuk vind. Maar ik dacht, ik neem het gewoon mee. Maar dat is dus dit topje. Dit glittertopje. En dan zou je denken, dit is toch niet wit? Maar ja, de binnenkant is een beetje soort van wittig. Maar ik dacht, op zich met een witte pantalon of een witte broek vind ik dit wel leuk. Moet je hier je armen zeg maar doorheen doen. Hier doorheen. En dan moet je hem op je rug strikken. En dan valt hij dus een beetje als een waterval zo. Dus mij lijkt dat wel heel erg leuk voor als we s'avonds ergens een drankje gaan doen. Of als ze een feestje hebben of zo. Geen idee. Dus die. En deze was 20 euro. Maat XS. Ik heb hem niet gepast, maar ik denk dat hij wel goed moet zitten eigenlijk. Dus ja. Ik had gehoopt dat ik wat meer kon kopen, maar helaas. Het was niet zo. Ja, Keer die komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan we lekker samen uit eten bij Stella Marina. Echt super veel zin in. En ik denk dat ik mijn alsers aan ga doen. Want ik vind het wel leuk met deze nieuwe broek eronder. Ik zit Love Island te kijken terwijl ik een keer aan het wachten ben. En er komt dus opeens een pakketje binnen. En dit is zo intens snel binnen. Ik heb dit vanmorgen om 10:30 besteld. En het is er gewoon al. Het is nu, hoe laat? 5:05. Het is dus met een fietscourier gekomen. Het is dus een telefoonhoesje van de Shop Atelier. Dus ik pak het volgens mij uit. En ik had dit voorbij zien komen bij Stace volgens mij. En ik vond het echt heel erg leuk. Dus ik dacht, leuk voor vakantie. En ik wilde gewoon weer eventjes een nieuw hoesje. Ik heb nu deze van Ideal Sweden eromheen. En het is dus een hoesje met zo'n touwtje eraan. Echt, ik weet niet, ik vind het heel handig, heel leuk. Ik heb dit soort beige hoesje gekozen. Die heet Beige Phone Case. En dan met die pareltjes eraan. Echt heel erg leuk. En dit is de Cloudy. Heel leuk. Ik had niet verwacht dat hij vandaag al binnen zou zijn. Maar I like it a lot. Ik kan er gelijk mee doen. Ik heb de iPhone 12 Pro Max. Daar krijg ik nog wel eens vraag naar. Oh, heel leuk vind ik dit. Kijk. Oh, dit vind ik echt geweldig. Heel leuk. En je hebt dus bij hun heb je dus ook nog van die grote koordjes. Dus hele lange dat je hem echt op je nek kan hangen. Maar dit is dus bijvoorbeeld gewoon zo meer om zo te hangen. Heel leuk. Nou, het verhaal weer. Ja, ik ga lekker Love Island verder kijken. Het is vandaag zaterdag. En overdag vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Maar vanavond geeft dag maar bij haar thuis een feestje. Dus dat is echt super leuk. Maar ik had dus weer wat nieuwe items van Naked gekregen. En ik heb ook nog een kortingscode. Dus ik dacht, ik ga het aan jullie laten zien. Dat is misschien wel leuk. Ik ga beginnen met een body die ik gisteren aan had. Die heb ik volgens mij ook al laten zien. Dat is een zwarte body met een open rug. Even kijken hoor. Van de voorkant is die gewoon echt heel simpel. Het is gewoon een
zwart lange mouwen bodytje eigenlijk. Maar de achterkant is echt heel erg mooi. Het is een hele open rug. En ik weet niet, ik vind een open rug gewoon heel vrouwelijk altijd of zo. Ik vind dat wel mooi. Deze is in een maatje XS. En die heb ik dus ook in het donkerblauw. En dat is deze. En ik denk dus dat ik vanavond die donkerblauwe aandoe. Want het thema van dag voor het feestje is Blue Moon Party. Dus een beetje blauw met wit. Dus ik denk dat ik dan deze aandoe. Dat vind ik heel erg mooi met een witte broek of zo. En deze heeft ook weer een open rug aan de achterkant. En deze is dus van de Amelie Star samenwerking. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Deze heb ik ook weer in een maatje XS. Dan heb ik van diezelfde collectie. Ik heb best wel veel van haar collectie besteld. Een jas. Een hele lange trenchcoat jas. En ik vind deze echt geweldig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dat is deze jas. Deze is voor de helft van het trenchcoat spul. En dus van de voor de helft met leer. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje 32. Ja, het is echt gewoon super lange grote jas. Ik heb hem dus in een maatje 32, zoals ik zei. Want zij had toen een video geplaatst over alle items en welke maten zij hiervan aan had. Zij zei toen ook dat ze een 32 droeg. Dus ik dacht, dan doe ik dat ook. Maar ik ben er wel blij mee, want hij ziet er echt heel erg groot uit. Dus dat is die. Dan ook van haar collectie. Deze trui heb ik gisteren al eventjes gepast. Is deze trui met lichtblauw, donkerblauw en dan een beetje witte stiksels er doorheen. Ik weet het, ik ben helemaal weer into de herfst items. Ook deze heb ik in een maatje 32. Dan nog iets van haar collectie. En dat is dus een beetje een soort van jurkachtig. Dat is deze. Deze leek me echt heel erg leuk met van die hoge overknee boots eronder. Weet je, van die stoere Chelsea boots. Ik weet echt niet hoe je dat noemt. Maar hij heeft dus een wit colletje. Hij is gewoon helemaal crème gebroken wit. En aan de onderkant heeft hij dus van die zwarte stiksels. Ik vind het echt heel erg leuk. Deze heb ik ook weer in een XXS. Omdat zij zei dat zij ook die maat had. En zij was 1,65. En ik ben 1,60. Dus ik dacht, dan kan ik die ook wel. Dus dat is die. Dan heb ik ook van haar collectie nog deze broek. Deze vind ik echt heel erg leuk. Het is dus een low-waist broek. En dat heb ik echt al heel lang niet gedragen. Ik draag altijd high-waisted. Dus daar moet ik wel een beetje aan wennen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Het is dus een leren broek met witte stiksels. En je had hier dus ook nog een blazer bij. Maar die heb ik toen niet gekozen. Maar ik achteraf wel een beetje spijt van. Want die is ook wel echt heel erg leuk. En deze broek heb ik in een maatje 34. Echt een hele leuke broek vind ik dit. Dan heb ik nog een spijkerbroek uitgekozen. En dat is deze. Dit is niet van een... Oh ja, dat is wel van een samenwerking. Met Jasmine. Ken ik zelf niet eigenlijk. Maar er is ook een samenwerking dus. En dat is gewoon zo'n wijde broek met van die gaten op de knieën. Want ik ben de laatste tijd een beetje afgevallen. Dus mijn broeken zitten allemaal echt super wijd. Dus ik moest gewoon eventjes broeken in wat kleinere maten hebben. Dus ik heb deze in een 34. En deze zit echt perfect. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat is die. Dan heb ik een broek in een beetje een beige kleurtje. Ik had deze broek al in de spijkerkleur. In een maatje 36. Maar die werd echt te groot. En ja, ik vond dit ook wel een leuk kleurtje. Dus die heb ik opnieuw besteld. Maar dan maatje kleiner in 34. En deze beige kleur. Deze is van de Claire Rose samenwerkingscollectie. Dit is echt zo'n mooie broek. En hieronder heeft hij ook een split. Deze broek is echt top. Misschien dat ik die vanavond wil aandoen met die body. Maar ik weet niet of ik dat mooi vind, dat crème met donkerblauw. Maar oké, we gaan nog even kijken. Even kijken wat er nog meer in zit hoor. Oh ja, dan heb ik nog echt een mega grote trui. En ik wilde deze heel graag als jurkje. Dus ik heb hem in een LXL besteld. Dat was ook de laatste maat die ze nog hadden. Deze is ook met samenwerking van Claire Rose. En dat is deze hele grote bruine trui. Ik denk dat die wel leuk moet zijn als... Nou, niet per se als jurkje. Misschien moet er wel een broekje onder. Oh, ik vind dit heel leuk. Met een grote tas eroverheen. Ik vind deze kleur sowieso heel erg leuk nu deze winter. Deze herfst. Dus dat is die. Die heb ik dus in een LXL gekozen. Dan heb ik nog een topje. Deze vind ik ook wel echt heel erg leuk hoor. En dat is deze. Dat is zo'n one shoulder. Hier aan deze kant heeft hij dan wel lange mouw. En hier helemaal geen mouw. Vind ik ook echt heel erg leuk. En die is dus gehaakt. En hij schijnt dus ook een beetje door. Echt heel leuk. Deze heb ik in een maatje XS. En is van de gewone Naked collectie. En dan als laatste heb ik van die Amelie Starline nog een spijkerbroek. Zoals ik zei, ik had echt nieuwe spijkerbroeken nodig. Toen had ik ook deze van Levi's daar besteld. Omdat ik gewoon
echt spijker hoe ik een crisis had. En dat is deze. En die heb ik als het ook in, ja, ook in de 34. En dit is meer een beetje een wijde mom jeans of zo. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Dus dat zijn alle items die ik van Naked heb gekregen. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. De kortingscode zal in de beschrijving staan. Met alle linkjes naar alle items. Super blij met alles. Dus ja, ik ga even kijken wat ik vanavond aan ga doen. Ik denk sowieso die donkerblauwe body. Want ik vind dat wel heel mooi. En past ook wel goed bij het thema, vind ik. Maar staat dit mij? Ik vind dit op zich wel leuk met gouden sieraden. Ik vind het alleen lastig welke broek ik hieronder aan moet. Want op zich, ik vind dit ook nog wel grappig met een blauwe spijkerbroek. Maar misschien is dat weer net een beetje verkeerd gematcht of zo. Nou, ik ga nog even kijken. Maar ik denk dat het dus sowieso deze body wordt. En, oh, dat is leuk. Ik heb natuurlijk mijn All-Stars. Die is ook met donkerblauw hieronder. Ja, ik moet nog eventjes kijken in ieder geval. Maar ik ga me zo meteen klaarmaken. Of ik twijfel of ik me hier ga klaarmaken of bij Dagmar. Want het is vieren of het feestje is bij Dagmar haar moeder thuis. Dus ik twijfel een beetje waar ik me ga klaarmaken. Want ik ga er wel helpen. Ik denk dat ik me daar ga klaarmaken. Maar dan kan ik jullie natuurlijk wel mee. Het is ondertussen einde van de dag. Ik ben bij Dagmar. Ik heb maar een keer. Nee, ik ben nu bij Dagmar. Oh, wat zit hier? Oh. Maar we hebben net eventjes lekker gegeten. Alles klaargezet. Ziet er echt super leuk uit. Ga het even laten zien. Kijk. Hier heb je de deur zeg maar naar buiten. En dan staat hier een tafel met alle frisdrank, want we drinken geen alcohol, maar frisdrank. En als je binnenkomt, kun je dus zo'n stokje pakken. Leuk, voor om je arm. Echt leuk. En het partytent. Oh, nu zie je die lampjes wel hoor, een beetje. Ja, een beetje wel. En staantafels met kaarsjes. En hier is een hoekje voor de roker. Nou, sowieso buiten, dus ik kan overal roken. Weet je wat waar de telefoon is? Nee, die staat niet in de welkom. Misschien ligt die buiten. Of op de even. Maar goed, ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb. Die body die ik daar straks had laten zien van Naked, die donkerblauwe. Die heb ik aangedaan. Vanaf voor is die wel simpel, maar ik vind de achterkant wel leuk met die open rug. Broekje is van de Zara leerbroekje. En dan met Dr. Martens eronder. Dus dat. Hoe laat is het? Ik heb geen idee. Het is 7:50. 7:50 is het. Het is vanaf 8:30, maar zo om 8:30 kan vast niemand zijn. Maar goed. Ik ga even mijn telefoon opladen. Een leuke avond hebben. Het is vandaag dinsdag. En ik zie er echt niet uit. Ik moet nog douchen. Maar let er alsjeblieft niet op. Ja, zaterdagavond was volgens mij het laatste wat ik heb gefilmd. Toen hadden we een feestje bij Dagmar. Was heel gezellig. Maar die dag daarna was ik heel gebrak. En gisteren voelde ik me ook niet heel erg top of zo. Dus ja, ik had gewoon niet echt even de behoefte om te filmen eigenlijk. Maar zoals ik aan het begin van deze week nog ook had gezegd. Ga ik vannacht naar Ibiza toe samen met Rosa voor 4 dagen ongeveer. Stijn die is daar ook. Die gaat er draaien. We gaan als goed morgen met zijn uit eten. Ik moet zo meteen nog even het restaurant bellen om te reserveren. Maar als het goed is gaan we morgen met Stijn uit eten. En woensdag, nee, donderdag gaan we met Stijn mee naar 2 boekingen. Dus dat is ook super leuk. Maar ik ga dus nu mijn koffer inpakken. Dus ik dacht misschien wel leuk om dat aan je te laten zien. Ik reis alleen met handbagage, maar met Transavia. Dus dan mag je er ook altijd nog een tas bij. Dus ik denk dat ik deze tas meeneem als handbagagetas. Ik heb alles al een beetje klaargelegd. En je zal wel denken, dit is voor 3 dagen toch echt veel en veel te veel. Ja, misschien wel. Maar ik kan er beter te veel mee hebben dan te weinig. En zolang het past en mag qua gewicht, neem ik het gewoon lekker mee. Dus ik ga jullie even neerzetten. En dan ga ik denk ik maar gewoon alles laten zien wat ik meeneem. En hoe ik het in mijn koffer ga proppen. Even kijken of ik een mooi plekje kan maken waar ik het kan neerzetten. Oké, even kijken. Ik ga beginnen met een handdoek. Deze is van Bayou en die leg ik onderop. Denk hier. Of ga ik daar mijn kleding leggen? Ja, ik ga daar mijn kleding leggen. Wacht, ik leg deze hier. Nou, ik vlieg dus met handbagage. Dus dan mag je alleen maar dingetjes onder de 100 ml meenemen. Dus ik heb het eventjes overgegoten in van die kleine flesjes. Dus shower gel, shampoo, conditioner, micellair water voor mijn gezicht. En hier moet ik nog eventjes mijn dagcremetje zo meteen in doen. Nou, dat allemaal.
Deze doe ik trouwens denk ik in deze tas. Want soms moet je het eruit halen. Dus dan is dat makkelijker om het daarin te doen. Net zoals mijn steltang. Die doe ik ook in deze tas. Dan heb ik hier nog een tasje met make-up. Er zit niet heel erg veel in. Ik heb geprobeerd dat zo min mogelijk trouwens ook een lekker klein tasje mee kon. Maar ja. Er zit highlighter in, mascara, poedertje, wenkbrauwspul, clipjes voor mijn haar. Dat een beetje. Dus dat is die. Die gaat ook in mijn handbagagetas. In deze. Misschien kan ik je er iets meer kantelen. Ja, die is beter. En dan heb ik nog de rest dus over voor kleding. Oké, ik ga maar gewoon beginnen. Hier een outfitje. Want Stijn zei dus dat op Ibiza heb je best wel vaak bij feestjes het thema white party. Dus ik dacht, ik moet sowieso gewoon eventjes een outfitje daarvoor mee. Dus ik heb dit korte spijkerbroekje van Naked. Het is echt mijn lievelingsbroekje. Ga ik even oprollen. Met dit topje die ik van de week bij de Zara heb gekocht. Met allemaal van die pailletjes erop. En dan met deze witte blazer overheen. Want het kan daar s'avonds dus nog wel een beetje fris zijn, zei Stijn. Dus ik dacht, dan neem ik gewoon die blazer mee voor eroverheen. Dat vind ik ook wel een leuke outfit. Even kijken of die in mijn koffer past. Want anders doe ik hem... Ik denk dat ik hem in deze tas erbij doe. Dus als ik het koud krijg in het vliegtuig, dat ik hem ook nog gewoon aan kan doen. Dat is die. En dan heb ik nog dit jurkje mee. Die had ik ook mee naar Kroatië, maar die heb ik toen niet aangehad. En die vind ik wel heel erg leuk. Leuk kleurtje ook. Dus dat is die. Die gaat ook mee. Die is van de Zara. Dan heb ik nog een jurkje mee. Dat is deze groene, ook van de Zara. Die had ik ook weer meegenomen naar Kroatië, maar ook niet aangehad. Dus misschien kan ik hem deze keer aan. Zou leuk zijn. Jammer alleen met dit groene jurkje dat hij echt super snel kreukelt. Maar ja, op zich. Jammer dan. Even kijken hoor. Dan neem ik nog deze blouse mee. Dit is een hele grote blouse. We gaan naar een feestje of zo om dit dan als jurkje te dragen. En dan een beetje over je schouders heen. En met mijn nieuwe alsers erbij dacht ik is wel heel erg leuk. Dus deze blouse, die is ook van de Zara. Maar echt bijna alles letterlijk wat ik laat zien is van de Zara, maar oké. Dan heb ik dit topje van Naked, want daar moet ik eventjes een foto mee maken. Want ik moet die samenwerking plaatsen als ik daar ben. Maar ik vond het ook wel een leuk topje voor Ibiza. Zeg maar zo'n gehaakt topje. Dus dat is die. En ik dacht dat is dan wel leuk met gewoon een shortje eronder. Dan heb ik gewoon voor het strand wat dingetjes. Ik weet niet of overdag naar het strand gaan, maar dan heb ik het maar bij me. Gewoon deze lange broek van de Zara. Die vind ik wel... heel erg leuk altijd. En die kan eventueel ook nog gewoon voor 's avonds bijvoorbeeld. Kan allemaal. Zo. Dan heb ik nog een witte blouse. Voor overdag. Die had ik in Kroatië ook best wel vaak aan. Dus ik dacht die neem ik nu ook weer lekker mee. Dan heb ik nog deze broek. Die vind ik echt heel erg leuk. Die is van Refined Apartments. Als je het zo uitspreekt. En daar zit dus ook een kimono bij. Dus die neem ik ook mee. En dan gewoon met een wit topje eronder. Dan heb ik natuurlijk nog wat bikinis die ik mee wil nemen. Ook veel te veel. Maar we dachten ook van ja, weet je. We vinden foto's maken gewoon allebei heel erg leuk. Dus misschien dat het wel een keertje switchen op een dag van bikini of zo. Ik heb geen idee. Maar ik neem in ieder geval deze mee van Bayou. Met het normale topje. Dan heb ik nog een zwarte bikini. En dat is met zo'n... Ja, hoe doe je dat laten zien? Kijk. Dan kun je hem zo kruisen bij je borsten. Die vind ik wel echt heel erg mooi. Die is van Naked. Is die. En gewoon een heel simpel zwart broekje erbij. Ook van Naked. Dan neem ik nog een badpak mee. Deze. De oranje van Gooseberry. Oh, en trouwens, ik kreeg heel veel de vraag laatst van wanneer badpakken bij Fiore weer online komen. Maar als het goed is, komen die komende week binnen. Dus als ik terug ben van Ibiza, kan ik dan alles erop zetten. Even kijken. Als laatst nog deze bikini. Deze ook van Bayou. En waarschijnlijk neemt Roos ook super veel bikinis mee. Dus gaan we toch wel van elkaar lenen. Maar goed, ik dacht, ik kan beter te veel mee dan te weinig. En als ik een te zware koffer heb, kan ik het er altijd nog uithalen.
En dat is dit topje die er nog bij hoort. Oh, en dan heb ik nog alleen dit topje. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Ook van de Zara. Zo. Dan was dat eigenlijk de kleding wel. Meer dan genoeg ook, maar oké. En dan heb ik hiervoor nog vakjes voor wat ondergoed. Sokken, BH, ondergoed. Om mee te nemen. En dan heb ik nog wat dingetjes zoals een spiegel. Dat is altijd wel makkelijk en handig om mee te nemen. En dan nog een zonnebril. Ik ga nog eventjes wat meer zonnebrillen pakken en nog eventjes wat sjaaltjes. Oké, dan neem ik nog mijn alsters mee. Ik doe denk ik mijn Triple S sneakers aan. Neem ik deze mee, want deze kan je lekker klein maken. Dus makkelijk met meenemen. Dan nog mijn Havaianas. Ik zit heel erg te twijfelen tussen mijn Chloe slippers of mijn Havaianas. Maar ik denk dat ik dit meer ga dragen. Dan heb ik nog twee sjaaltjes voor in je haar. Deze met oranje. En deze met een beetje blauw en rood. En dan neem ik nog mijn Prada zonnebril mee, deze. Die heb ik echt amper gedragen op vakantie, dus die gaat sowieso mee. Dan deze van Ray-Ban. De vierkante. En ja, deze van Naked ook wel, denk ik. Die vind ik ook heel erg leuk, dus die gaat ook nog mee. Volgens mij heb ik nu alles wel een beetje. Ik moet alleen nog eventjes naar het Kruidvat lopen voor een mini tandpasta, mini deo en eventjes een schone tandenborstel. En verder, wat moet er verder nog bij? Ja, mijn opladers en zo, maar dat kan ik natuurlijk vanavond pas doen. Een haarborstel, maar die heb ik nog straks nodig. En dat is het volgens mij wel. Ik ga bij deze gelijk de weekvlog afsluiten, omdat ik hem nog moet bewerken voor vandaag. Het is vandaag dinsdag, dus hij moet vandaag online. En ik wil hem ook echt vanavond online hebben, want ik neem verder geen laptop mee naar Ibiza of zo. Wel ga ik vloggen voor jullie op Ibiza. Ik hoop dat ik lekker veel kan filmen, maar ik ben met Stijn en Roos aan die vlog allebei ook. Dus dan vlog je toch wel wat makkelijker of zo. Dus dat moet denk ik wel goed komen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Vergeet ook niet met Naked kortingscode te gebruiken. Die staat in de beschrijving, want die is vanaf vandaag geldig. En ja, dan hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dat is de Ibiza vlog. Dus doei!